beroemdste van die oostelijke steekijkers, die hebben we hier vanavond. Hij heeft prachtige platen gemaakt, speelt Zigeuner bijvoorbeeld. En daar is achterop geschreven door Willem Mengelberg, niemand minder, met hartelijke dank voor uw prachtige muziek. Door Arthur Rubinstein. Mister, ik zal zo zijn naam zeggen, is een great violinist. Hij is een groot violist. En dan weer Pierre Monteux, de dirigent. Son excellent orchestre. Wie is deze grote muzikant? Hij is er met zijn zoon, Gregor Zerban. Dat waren nog de goede tijden, hè? Ja, daar hebt u gelijk. Kunt u muziek niet meer kwijt in Nederland? Nee, alleen via de radio en tv. Of privé bij mensen. Ja. Maar niet meer geëngageerd in een of ander restaurant of zo? Nee, dat is erg moeilijk nu. De horeca bedrijf is heel... Oh, het gaat voor. Ja, zegt u het maar van uw zoon, want dat is makkelijker. Ja, die gaat uitstekend hoor. Hij maakt Lajos Horvat. Ja. Dat is meneer Job Cantor, onze cellist, solo cellist van Promenade Orkest, mijn zoon. En dat is meneer... Tony Eyck. Tony Eyck. En de... Nou, uw ovatie zal deze warmbloedige Roemenen als Pusta-muziek in de oren geklonken hebben. Fijn om dat weer eens te zien, dat vuurwerk, die virtuositeit op die violen. En verrukkelijk intermezzo. En u hebt het gehoord, mocht u een grote partij willen geven en enig geld over hebben, Gregor Zerban.